Wat is het vreemdste dat je hebt meegemaakt? Zo. Met Dennis Schuring, welkom bij Vragenvuur Vrijdag. Ja, check. Ik lees de vraag en dan... Wat is precies je functie binnen de politie? Oeh, dat is een lastige. Ja, we noemen dat tegenwoordig operationeel expert. Dat wil zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor een werkgebied binnen een basisteam. En verantwoordelijk ben voor de personele zorg. Wat is het vreemdste dat je hebt meegemaakt? Zo, daar moet ik even over nadenken. Ja, wat vreemd is het niet. Het is wel grappig dat je soms wel eens een melding krijgt van een auto wat ergens verdekt opgesteld staat. En als je dan uitstapt en je zaklamp erin schijnt, dat vaak een stelletje het heel gezellig heeft. Voor ons is dat wel grappig om die mensen even te confronteren met hun actie, om het zo maar te zeggen. Heb je nog vaak diensten op de motor? Minder dan ik zou willen, maar waar kan zit ik absoluut nog op de motor, want ja, toch wel iets heel leuks in ons politievak, motorrijden. Hoe hard kan de motor? Ja, dat ligt aan welke motor je pakt. Dan heb je de lichte motor, zoals wij noemen, ja, die houdt bij 170, 180 wel op. Dan heb je de zware motor, en dat is waar ik veelal toch op rijd, dan heb je het over 210, 220 dat je toch kan rijden. Waar ben je dankbaar voor? Oeh, dat is wel gelijk een hele persoonlijke vraag en die ga ik wel beantwoorden. En dat heeft te maken, nou, de meeste volgers van mijn account weten het wel. Dat heb ik gedeeld dat mijn moeder onlangs is overleden na een kort ziektebed. En dat ik aan haar bed heb mogen zitten op het moment dat ze haar laatste adem uitblies en mij daarbij aankijkt. Ja, dat is wel heel waardevol en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Mag je buiten je werktijd ook mensen bekeuren? En heb je dat wel eens gedaan? Ja, dat mogen. Maar we kunnen ook bijvoorbeeld mensen op een kentekenbekeuring geven. Dus als iemand door rood rijdt, heel asociaal, en ik zie dat, kan ik het kenteken noteren en kan ik iemand alsnog de bekeuring toesturen. Dat doen we dan na de tenaamgestelde van het voertuig. Wat was het engste wat je hebt meegemaakt tijdens je werk? Dat was nog toen ik in de stad werkte en we kregen een melding van kettingzaaggeluiden op een begraafplaats. Ik kwam daar, ik reed toen die nacht, was ook in de nacht, dus pikken donker. Ik reed alleen. En ik stapte uit en ja, ik hoorde kettingzaaggeluiden op die begraafplaats. En ik moet zeggen dat ik aardig nerveus dat terrein overgelopen ben, die begraafplaats in het donker. Sowieso is het in het donker al niet fijn om overheen te lopen, maar ja, je hoort die geluiden steeds dichterbij komen. Dus je denkt, verdorie, wat is dat? Maar wat bleek, achter de begraafplaats waren ze met het spoor aan het werk. In welke eenheid zou je wel eens willen werken en waarom? Dan zeg ik de eenheid Noord-Nederland. En dat heeft mee te maken dat ik daar geboren en getogen ben. Welke provincie kom je vandaan? Ik kom uit provincie Groningen. Nee, ik kom ook uit Groningen. Kijk, waar kom jij vandaan, Groningen? Stad. Oh, ik ben stad Groningen. Ja. Het is een onderrondje. Ja, wij snappen elkaar blind. Zijn dit echt alle vragen? Nou, dan kom ik wel goed weg. Daar ben ik wel heel blij mee. Like vooral deze video even. En wil je abonneren? Even op de button drukken. Want dan kun je ook nog andere collega's zien in de toekomst. En daarbij, als je nog vragen hebt, laat ze vooral even onderaan in de comments achter. Dank jullie wel.